Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Oké. Zit je nou te scheiden hier? Godverdomme, man. Ja, begin maar, Bretje. Het is je boy, Brett Raket. Samen met... De Big Boss en de Little Boss. Wat gaan we vandaag doen? Ja, dat kan ook alleen jij bedenken, dit idee. Knutselen met kijkers. We gaan maken van een Eurotram een katapult. Vet. Ik weet ook niet of dit gaat lukken, maar we gaan het proberen. We hebben een hele oude afgekeurde mini-tram. En ja, we gaan kijken of we daar een katapult van kunnen maken. Wat denk jij, Devin? Gaat dat lukken? Ik denk het wel. We hebben al een mooi cirkeltje waar de bal in moet. Je moet hem andersom denken. Deze veren eraf halen. Alleen deze twee veren laten zitten. Of deze drie. Beginnen we met deze drie. En deze, die klappen, die zetten we op die veren. Oh, dan moeten we even een schaap pakken. Nee, joh. Ik heb op scouting gezeten. Ik kan knopen. Kijk eens. En hij is al los. Bijna. Bijna. Ja. Kijk hoor, dit is veel makkelijker. Godverdomme. Dat is knap, hè? Top 1. Nou. Oh, nou zit ik vast in die veer. Kijk, de middenste drie blijven zitten. Dan moeten we deze zo. Zo. Het idee was leuk. Ja. Backflip. Backflip. Ik moet hem in balans houden, man. Ja. Oeh. Oké, ik stop. Onze katapult is klaar. Het ging sneller dan we dachten. Alleen Devin die krijgt zijn scoutinggevoelens. Komen weer terug naar boven. Ja. We beginnen met de originele mini-tramveren. En als laatste proberen met de supertramveren. Kijken of het gaat lukken of we een tennisbal weg kunnen schieten. Wat denk jij, Devin? Ik denk zo. Ik denk het niet zo. Ik denk dat het ook niet lukt. Ik denk dat er hier een extra veer tussen moet. Ik moet de boot spannen. Meen je dat nou? Dit was wel cool, hè. Wat krijg je als ik Brett raak? Ja, zet hem op. Nou, dat werkt echt goed. Nou, poging 1 is dus mislukt. Oh, die kan wel eens gaan werken. Ja. Ik zeg, deze en deze eruit. Halen we die eruit. Even 1 voor 1. Ja, maar hij zit geknoopt. Oké. Ja, wel. We komen allemaal verder. Ik denk dat we deze even vast moeten zetten tussen een bank. Nou, Devin, we hebben hem vastgezet. Ja, maar nou, hoe leg je die ballen in? Je houdt dat niet alles omklapt zo op je, hè? Waarom doe je je voeten zo? Sta ik hem nog onder, ik kan trekken. Doe eens puffen. De balletje gaat er zo niet uit, kijk maar. Doe eens puffen. Ik denk dat we gewoon eens andere veren moeten proberen. Nee, maar ik denk dat dit beter gaat werken. Oh, mijn enkel, ouwe. Dat deed ik zeer. Wat deed je? Ja, hij is gewoon zo'n pam tegen mijn enkel aan. Scheisse. Zit je er aan veren? Ja, never nooit meer. Maar ik heb allerlei gereedschappen in mijn auto liggen. Ik kan die gaatje zo groot maken. En dan even weer duwen, ja. Ik doe niet. Ik denk dat dit wel werkt, hoor. Ben je er klaar voor, Devin? Ik wel.
Heb je hem? Ik ben als eerste. Ja. We gaan proberen waar de bal stuitert. Daar zet Devin de kerstpop neer. Dus waar hij de eerste keer neerkomt. Ja. Oké. Okay. Oh. Dat is schokkend. Dat is schokkend. Nu mag jij, Devin. Mag ik nu? Devin. Are you ready? Nee. Oh. Nou. Oh. Waar stond die? Hier. Oh, die was echt ver. Die ging echt wel ver, hè, Vie? Ben je klaar? Ja, die wordt natuurlijk. Dit is toch wel een keer een wedstrijd waar jij kan winnen. Hoezo? Ja, normaal ben jij al tweede. Ja, dat klopt, ja. Oh! Ja. Dat is hier. Wie is er dan de winnaar? Net iets verder, ja. Maar dat gaan we nog een keer doen. Ik eerst. Op mijn rug. Nou, dat was weer niet echt ver, hè, Jochen? Die had weer niet van ons twee gewonnen. Nee, anders gaan ze weer huilen. Ik verlies altijd. Je hebt de poppetje neergezet, Devin? Ja. Oké, nou mag jij nou. Oeh. Yeah. Tegen de muur? Ja, tegen de muur aan. Tegen de muur. Bam! Nou, dan ga ik nou tegen de witte muur aan schieten. Brett, wie is de winnaar? Ik. Ja. Ik kom tegen de muur aan. Oh. Die was echt in mijn noten. Oh. Dat was de witte muur. Oh shit. Dat was echt de witte muur. Ga je nou weer alles aan de perfecte opstelling veranderen? Nou, wel eens wat mist. Kom op, Devin. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Net een hij is van die bank af, hè? Ah. Wat doe je? Mijn voet zat hier achter en dat ding klapt. Ja, dat is dom. Jongens, geef het maar op. Geef het maar op. Jullie gaan mij nooit meer verslaan. Nee, die ene halen wij nooit meer in. Ja, ik wel. Nee, die halen wij echt niet meer in. What? Nou? Ja, dat moet ik toch nog even proberen. Kom op. Devin gaat proberen om die kerstpoppen eraf te schieten. Devin, ja. Zet hem op, jongen. Oh, oh shit. Dat is goed gelukt. Dat was echt koud. Ik ben echt een beetje ziek af. Die was echt koud. Hey, maar het is ook gewoon in één shot allemaal gefilmd. Wie had dat verwacht? Had jij dat verwacht? Ik vond het gaaf. Ik ook. Mooi zo. Ik vond het ook leuk. Luister, vonden jullie een leuke vlog? Abonneer even op ons kanaal. We gaan like ook de video. Eén laatste trickshot doen. En dat is Ambrette de Eer. Nu. Overeen! Oh! Die is kapot! Eigenlijk moet je de sketch erin doen. Van New Kids. Zo, die is kapot. Zo. Zie die man. Ja, ik bedoel, zo ruim ik ook altijd mijn kamer op. Houdoe! Later! Doei! 30, wat ben je aan het doen? Wij gaan de trampoline op Marktplaats zetten. Ik heb een Marktplaats account. Zet er wel bij Supertramveren niet. Zitten er niet bij. Oh ja, Supertramveren zitten. Maar wel. Maar zit, dat weet niemand, joh. Maar zitten de mini-tramveren er alle wel bij? Mini-tramveren. Oké, dus ze krijgen een afgekeurde mini-tramp die eigenlijk omgetoverd is naar Katapult zonder Supertramveren. Supertramveren. En kunnen ze daarop bieden?
Ja, op ja. Oké. Okay. Ze krijgen Jochen er wel bij, toch? Mijn moeder is er een keer achtergekomen dat Jochen op Rini lijkt. Ja, het lijkt wel een beetje op die haartjes. Het staat er net niet op, ik wilde net wel gaan zeggen. Ja, dan moet je ze allemaal weer op volgorde leggen, op maat. Oh, 13 jongen. 14. 13. Deden jullie er ook maar bij onze gereedschapkoffer zo netjes terugleggen? Oh, maar dat doe ik hoor. Ben je onderhand klaar met die koffer? Ik hou je mond, jongens.